Hallo iedereen, vandaag ga ik jullie wat meer vertellen over de seriële monitor en hoe we hem kunnen gebruiken als output-apparaat. De eerste vraag die we ons altijd stellen, wat is onze seriële monitor? Wel, onze seriële monitor is eigenlijk een verbinding tussen onze Arduino en de computer. Onze Arduino hangt met een USB-kabel vast aan een computer en van die optie kunnen we gebruik maken om een seriële monitor te maken. Een seriële monitor die kan zowel als input als output gebruikt worden. Wij gaan hem voorlopig enkel gebruiken als output, dat wil zeggen als uitvoerapparaat, om bijvoorbeeld de waarden van onze variabelen op het scherm te brengen. Dus waarom gaan we die seriële monitor gebruiken? Om te debuggen. Als we een programma schrijven en het programma werkt niet zoals dat we willen werken, mijn LED wil niet branden, mijn motor wil niet draaien, of er gebeurt iets anders, dan moeten we debuggen. Debuggen is handig als we onze waarden van onze variabelen in real-time kunnen volgen. We zouden natuurlijk ook een LCD-schermpje aan onze Arduino kunnen hangen, maar daarvoor heb je al ten eerste een LCD-schermpje nodig, moet je weer wat pins gebruiken, je zit weer met hardware bezig. Vandaar dat het veel gemakkelijker is om onze variabelen dan te debuggen door ze te printen op ons scherm van ons computer via de seriële monitor. Op deze wijze ga je meer inzicht in je programma krijgen en ga je ook inzicht in je programma krijgen waarom er iets fout gelopen is. Aandachtspunten. Waar moet je dan op letten? Let op je baud rate, je bitrate. Dat ga ik straks wel uitleggen hoe we daarop kunnen letten. En je moet er natuurlijk voor zorgen dat je Arduino met de USB-kabel is verbonden. In de eerste versies, als je iets maakt, is dat bijna altijd. Maar wanneer je je toestel dat je aan het maken bent met die Arduino aan het volledig testen bent, is dat toch wel soms iets dat je zou durven vergeten. Dus probeer daar toch altijd op te letten. Nu, hoe gaan we dit nu eigenlijk programmeren? Ik heb hier het voorbeeld genomen van onze potentiometer. Op deze Arduino is een potentiometer aangesloten op de analoge ingang A0. We hebben ook een LED aangesloten op de digitale uitgang 6, omdat we gebruik maken van een PWM-sturing. In een vorig filmpje heb ik reeds uitgelegd hoe die PWM-sturing in elkaar zit en hoe we een potentiometer kunnen aansluiten. Ik heb hier een eenvoudig programmaatje. Als we aan deze potentiometer draaien, moet deze LED feller of minder fel beginnen branden. Stel dit werkt niet zoals we willen, dan gaan we debuggen. Het eerste wat we doen in onze setup is onze verbinding maken met onze seriële monitor. Verbinding maken met de seriële monitor. We gaan onze seriële monitor initialiseren. Met de functie serial.begin moeten we dit doen. Daarna moeten we de baud rate ingeven. Standaard staat die op 9600. Je mag dat ook zo laten. Voorlopig gaan we daar nog niet aan zitten prutsen. Dan kunnen we in ons programma, op gelijk welke plaats, kunnen we enkele functies gebruiken. Welke functies kunnen we gebruiken? Wel, onder andere print serial, bedoel ik, serial.print. Met de functie serial.print kunnen we iets op onze seriële monitor printen. Printen, ja, het is natuurlijk niet op papier, maar op ons scherm iets tevoorschijn toveren. We kunnen bijvoorbeeld zeggen van, wat wil ik weten? Ik wil de potmeter weten. Ik wil tekst erop zetten, potmeter. Potmeter, dubbele punt, tekst erop zetten, dat doen we door gebruik te maken van aanhalingstekens. Punt, komma. Na het woordje potmeter, want met dit statement ga ik gewoon het woordje potmeter printen. Na het woordje potmeter wil ik natuurlijk de waarde van onze potmeter daar zetten. De waarde van onze potmeter zit in de variabele potmeter. Wat logisch. Dus nu ga ik gewoon potmeter. Het is een variabele, dus de schrijfwijze moet exact dezelfde zijn als hier. En we gaan geen aanhalingstekens gebruiken. Aanhalingstekens is voor tekst. Als ik de waarde van een variabele, de inhoud van een variabele wil gebruiken, dan ga ik gewoon de naam van de variabele zetten. Potmeter. Dan ga ik een beetje plaats tussen laten. Want we zitten met het statement print, zitten we nog altijd op dezelfde regel bezig. We gaan nog geen nieuwe regel beginnen.
Vandaar dat ik hier ook een spatie tussen gelaten heb, want je gaat anders dit gewoon tegen die dubbele punt plakken. Nu ga ik een beetje plaats tussen laten. Ik zou enkele spaties kunnen tussen laten, maar natuurlijk dat is niet proper. Als we in kolommen willen werken, gaan we een tabteken gebruiken. Een tabteken, open de aanhalingstekens, een slash en de T van tab. Een tabteken. Dan gaan we terug, nog altijd op diezelfde regel, serial.print, de PWM-waarde, PWM, dubbele punt is mooier, sluit de aanhalingstekens, en dan gaan we als laatste ding van die regel, serial.printline, gaan we onze PWM-waarde printen, PWM-waarde. Met het statement printline, gaan we onze regel afsluiten. We gaan onze regel afsluiten, dat wil zeggen, als ik nu terug een serial print doe, ga ik op een nieuwe regel starten. Wat gaat er gebeuren? Mijn programma is altijd een loop. Mijn programma begint opnieuw bovenaan. Hij komt opnieuw het woordje serial print tegen. Hier gaat hij een nieuwe regel beginnen. Waarom? Omdat we hier met die printline zogezegd een enter hebben gegeven. Nu, hoe ziet dit er nu uit? Ik ga mijn simulatie starten. Hopelijk heb ik geen tikfouten gemaakt. Voorlopig niet. Hier onderaan kan ik mijn seriële monitor zien. Wel, dan zie ik mijn potmeter heeft de waarde 716. Dit komt overeen met de PWM-waarde van 178. En als ik aan mijn potmeter draai, dan zien we onze potmeter veranderen. En zien we onze PWM-waarde ook veranderen. We kunnen natuurlijk met onze potmeter maximum naar 1023 gaan. Dan staat onze PWM op 255. Dit zien we hier in onze code. En als we naar 0 gaan, dan zou onze PWM ook naar 0 moeten gaan. Op deze wijze kunnen we gemakkelijk en op een ordelijke manier aan debugging doen. Nu, dit is natuurlijk op mijn simulatieprogramma. Een simulatieprogramma van Tinkercad. Dus zeer gemakkelijk om te gebruiken. Hoe ziet dat er dan uit in ons echt Arduino-programma? Wel, ik heb voor het gemak dit al een beetje voorbereid. Ik heb al hetzelfde programma eigenlijk geopend. Ik ga dit uploaden naar mijn Arduino. Zorg er natuurlijk wel voor dat er een Arduino is aangesloten. Bij mij zit er een Arduino Nano aangesloten op de COM4, op mijn 4-poort. Nu ga ik naar hulpmiddelen. Ik ga naar seriële monitor. En bij de seriële monitor kan ik nu ook mijn waarde gewoon volgen. Nu, ik ben eigenlijk een beetje aan het zeuren. Ik heb op mijn analoge ingang geen potentiometer aangesloten. Ik heb gewoon een willekeurige Arduino genomen die ik hier bij mij liggen had. En ik heb die aangesloten. We hebben dus een zwevende ingang. Er is niks aangesloten op analoge ingang A0. En toch geeft hij een waarde. Dat is altijd zo. Als we gewoon een ingang laten zweven, dan zal daar toch een waarde op komen. Wanneer ik met mijn vinger dichter ga komen en aan de pin ga komen, dan gaan we zien dat we daar heel wat andere waarden krijgen. Dus nu ben ik eigenlijk, door gebruik te maken van elektrische velden die in mij schommelen, ben ik mijn waarde aan het veranderen. Ziezo. De baud rate komen we hier tegen. 9600 baud, die moet natuurlijk overeenkomen met deze. We kunnen daar ook andere rates voor gebruiken. Ik zeg het, die 9600 is onze standaard baud rate. Dat hebben we niet nodig. De autoscroll kan ook zijn dat die per ongeluk afstaat. Dat is natuurlijk heel vervelend, want je ziet dat hij hier al maar bijzet. De autoscroll hebben we natuurlijk nodig. De timestamp, die kunnen we daar ook bijzetten. Dan zien we wanneer dat dit gedaan is. Ik vind dit persoonlijk niet zo'n handige functie. Nu, we zien dan die waarden heel snel achter elkaar komen. Dat komt natuurlijk omdat mijn programma heel kort is en er staat geen enkele delay of zo tussen. Als ik daar een delay zou tussen zetten van bijvoorbeeld 1000 millis, ongeveer 1 seconde, wat gaan we dan zien? Even uploaden. Dan gaat mijn waarde op mijn seriële monitor natuurlijk ook maar om de seconde geüpdate worden. Dit kan wel handig zijn om het toch een beetje overzichtelijker te maken.
Ik stel, allez, ik geef toch altijd de tip, alsjeblieft, probeer er toch voor te zorgen dat er toch ergens een delay tussen zit, zodanig dat die waarden niet heel snel gaan, maar dat die beetje voor beetje gaan. Zeker bij korte programma's, als je aan het debuggen bent, kan dat handig zijn. Ziezo, dit was het ongeveer wat wij voorlopig doen met die seriële monitor. Onthoud, we kunnen hier ook input geven. Voorlopig gaat er niks gebeuren, want ik doe nog niks met die input. Maar die mogelijkheid is er ook. We kunnen dus ons Arduino-programma besturen door hier tekst in te geven. Dat is allemaal voor een andere keer. Voorlopig gebruiken we onze seriële monitor als ideale tool om aan foutopsporing te doen, om aan debugging te doen. Veel succes iedereen!